Ik begin met maken van de kikkererwtenkrokantjes. We nemen een blik kikkererwten van uitgelekt 240 gram, dus eigenlijk een vrij standaard blik. En we gaan die even goed spoelen. Normaal gezien kun je gewoon nu met die kikkererwten aan de slag. Maar omdat we echt heel krokante kikkererwtjes willen krijgen in de oven, gaan we de velletjes daarvan verwijderen. En dat gaat het makkelijkste door ze op een schone keukenhanddoek goed droog te deppen. En dan is het gewoon met je vingers alles eraf pietsen. Zo, we gaan de kikkererwten nu op smaak brengen met een halve theelepel knoflookpoeder, een halve theelepel oregano, een halve theelepel mild currypoeder en ook nog een halve theelepel gerookt paprikapoeder. Nog 2 theelepels olijfolie erbij. Het is belangrijk dat ze niet bovenop elkaar liggen, want anders gaan ze stomen en dat willen we dus echt wel vermijden. Dus goed verspreiden. Nu nog een beetje fijn zout eroverheen. Die schuiven we dan voor 35 minuten in de oven op 180 graden. En dan heb je dus kikkererwtenkrokantjes. En nu gaan we verder met de venkel. We gaan de venkel dus roosteren. Daardoor verdwijnt die anijssmaak en wordt die eigenlijk heerlijk zoet. We snijden die vingers eraf en de onderkant. En dan gaan we die gewoon in dikke plakken snijden. Die gaan nu op een bakplaat en die scheppen we om met 2 theelepels olijfolie ook. Peper en zout eroverheen. Bij zo'n onregelmatige vormen schep ik graag om met mijn handen. Doe dat gerust met spatels als je dat plezanter vindt. Maar zorg ervoor dat je de venkel dan ook goed verspreidt over de bakplaat. Dat is een beetje de truc van groente roosteren. Dat je echt de kans geeft om te roosteren en dat ze niet gaan stomen door op elkaar gestapeld te liggen. En die mogen bij de kikkererwten. En nu is het tijd om onze spread te maken. We gaan werken met witte bonen. Dat creëert eigenlijk een heel romige, smeuïge textuur. Die gaan we goed afgieten en opnieuw goed spoelen. Omdat het altijd leuk is om gewoon wat extra groenten ergens aan toe te voegen, gaan we daar ook een grote handvol gestoomde broccoliroosjes bij doen. Dat is gewoon 7 minuutjes met een stoommandje en het is klaar. Heb je geen stoommandje, dan kun je ook gewoon de broccoli koken natuurlijk. Dan is het 4 minuten. We gaan hier ook smaakmakers aan toevoegen. Het currypoeder komt hier terug, net zoals bij onze kikkererwten. En dat creëert wel een fijne geheel in onze salade straks. Een halve theelepel doen we daarbij. Het sap van een kwart citroen. Dat geeft zo wat extra frisheid. Ook nog wat bieslook. Die hoeven we niet fijn te snijden natuurlijk. Dat gaat ons toestel voor ons doen. Olijfolie 1 theelepel. Dat creëert ook weer extra romigheid. En dan ook nog 3 eetlepels water. En natuurlijk voldoende peper en zout. En dan gaan we verder met onze plantaardige kipstukjes. De grote stukken heb ik in 2 gescheurd en die ga ik nu omscheppen met 1 theelepel olijfolie. Met 1 theelepel honing. En een kwartje theelepel kipkruiden. We gaan dit omscheppen en dan bakken in de pan. Voordat we die gaan bakken, even de kikkererwten en de venkel uit de oven halen. Een 2-tal theelepels olijfolie in de pan. In een goed hete pan gaan we de kipstukjes bakken. En het is belangrijk dat je die niet omschept, dus niet in roeren, totdat ze een mooi bruin korstje hebben gekregen. En dan omdraaien en aan de andere kant ook nog een paar minuutjes laten bakken.
Terwijl dat die bakken, gaan we de vinaigrette alvast maken. Dat is 2 theelepeltjes grove mosterd. 2 theelepels olijfolie. 2 theelepels appelsiderazijn. En dan gaan we er ook voor die zoete toets 1 theelepel honing aan toevoegen. En dan gaan we terug naar onze kipstukjes. En die hebben een mooi goudbruin kleurtje gekregen. Die zien er goed uit. Het vuur gaat uit. En we gaan verder met onze groenten. We gaan de sla alvast omscheppen met de broccoli en met onze vinaigrette en de bieslook. De grootste exemplaren ga ik nog eens in 2 snijden. De broccoli erbij. Onze vinaigrette. En dan nog wat bieslook fijn hakken. En nog een beetje peper en zout erbij. En dan kunnen we beginnen tarteren. We gaan beginnen met onze spread. Een goede eetlepel. Dan een beetje van onze sla en broccoli eroverheen. Dan gaan we er wat venkel bij leggen. Onze kipstukjes. Enkele schilfers parmezaanse kaas. Een beetje van onze kikkererwtenkrokantjes. En afwerken met wat bieslook. Zo, ik zou zeggen smakelijk.